Radio BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog twaalf dagen tot de verkiezingen. En de toon van de campagne wordt grimmiger. In elk geval tussen de drie koplopers in de peilingen: Pieter Ontzicht, Dylan Jezelgus en Frans Timmermans. Wilden ze de debatten en gesprekken eerst nog vooral op de inhoud voeren en op een beschaafde toon? Inmiddels zijn de verbale handschoenen nu wel uit. En dat is ook niet zo heel gek eigenlijk. Pakweg anderhalve week voordat de stembussen opengaan. En tot die tijd praat ik hier elke dag met een lijsttrekker. En vandaag is dat de vrouw in wie haar achterban een rotsvast vertrouwen heeft. Pleeg gisteravond bij Nieuws. Ondanks de peilingen waar ze zo'n beetje de helft van haar huidige zetels overhoudt. Socialist in hart en nieren nog net niet geboren op de barricade, Lilian Marijnissen, het boekbeeld van de SP. Mevrouw Marijnissen, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt vast lekker geslapen vannacht. Ja, best wel eigenlijk. In de wetenschap dat 70% van uw achterban u de beste leider vindt van de SP. Ja, dat uh, kwam gisteren in de uitzending van Nieuwzuur naar voren, waar ik inderdaad de gast was voor het uh, lijsttrekkersinterview daar. En uh, nou, dat is natuurlijk altijd een fijne steun in de rug. Ja, dat, uh, nou, en ook wel vrij belangrijk voor een uh, partijleider, lijkt me zo. Zeker, Als de achterban je niet meer pruimt, ik... moet je wegwezen, toch? Nou, sterker nou, nog. Ik doe dit omdat de SP-leden gevraagd hebben... mij om dit te doen, ja. uh, om opnieuw de lijsttrekker te zijn voor de SP. Dus dat doe ik met veel energie, enthousiasme en overtuiging. Dus wat er ook gebeurt, wat de uitslag straks ook mogen zijn... u blijft de leider van de SP. Ja, dat is wel uh, mijn plan. Um, en het is uiteindelijk zoals ook zij mij gevraagd hebben om dit te doen, deze ronde, ja. aan de leden van de SP in een Democratische Ledenpartij. Ja, dus ook uh, als het zou tegenvallen, blijft u gewoon aan en zien we u gewoon de komende jaren in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van die partij. Ja, ik zie legio politieke kansen voor de SP om ervoor te zorgen dat al die mooie woorden die ik nu hoor van al die partijen, of het nou over bestaanszekerheid gaat, of het terugdringen van de marktwerking in de publieke sector, een overheid waar niet meer het wantrouwen voorop staat, maar het vertrouwen. Nou, ik ben er wel van overtuigd dat een grote SP de beste garantie is om ervoor te zorgen dat dat ook echt de werkelijkheid gaat worden. Want daar ben ik nog absoluut niet gerust op, en daar wil ik zeer zeker bij helpen. Dan moeten we praten. Van harte welkom op NPO Radio 1. Welkom bij NPO Politiek. En welkom Kom bij Sven opeen. Weet u eigenlijk in wat voor een wereld wij leven? Nou, in een wereld waar het um, uh, zeer ongelijk is, altijd al, en waarin nu met verschillende oorlogen ook uh, relatief dichtbij voor ons ook uh, ja instabiel is. Ja, misschien is de uh, wereld om ons heen, um, nou in ieder geval de laatste decennia, zeker sinds uh, de val van de muur, niet zo onzeker en zo onveilig geweest als nu. Denkt u wel? Nou, in ieder geval vanuit ons Nederlandse perspectief, ja, absoluut. Nou ja, en je ziet dat het machtsevenwicht in de wereld begint te verschuiven. Dat de op regels gebaseerde wereldorde aan het wankelen is. Dat klopt, ja. En toch schrijft u maar drie uh, alinea's in uw verkiezingsprogramma over die wankelende wereld. Aha, ja, wij hebben een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen geschreven. Dit geldt voor veel onderwerpen. Omdat we een ideeënstrijd willen voeren... en het belangrijk vinden dat het dan ook echt om de hoofdlijnen en de ideeën gaat. En vrede en veiligheid vindt u geen hoofdlijn? Ja, absoluut wel. Maar ik denk niet dat het een heel verrassend standpunt is... dat de SP voor vrede en veiligheid is en tegen oorlog. Maar dat is iedereen. Ja, daarom. Dus ik kan me voorstellen dat die passage het verkiezingsprogramma niet op die manier heeft gehaald. Nee, maar de vraag is wel hoe je dat, hoe je dat bereikt. U schrijft: We hervormen Zeker. onze krijgsmacht. Naast de verdediging van het eigen land kan die ook worden ingezet bij vredestaken. Die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat. Ons land levert geen wapens aan landen waar de mensenrechten worden geschonden. De Nederlandse overheid moet zich actief inzetten om de huidige wapenwetloop te stoppen. Dat doen we onder meer door wapenhandel naar Nederlandse bedrijven, waar Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn, aan banden te leggen. We ondertekenen het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens. Op Nederlands grondgebied is dan ook geen plek voor kernwapens. Mm -hmm. Vindt u wel dat onze leger... Het klinkt goed leger... allemaal, tot nu toe. Uh, een, nou ja, dit is het letterlijke citaat uit het verkiezingsprogramma. Ja, dus als dat zou rammelen, <laughs> dat... dan hebt u een groter probleem. Nee, dat, uh, <laughs> dat had ik herkend, ben ik ook al. Ja, ja, zeker. <laughs> uh, maar, de, maar de vraag is, vindt u wel dat uh, onze krijgsmacht het land moet kunnen verdedigen? Ja, dat vinden wij. Ja, dat dus... staat voorop. Um, het verschil is misschien tussen ons en andere partijen die nu uh, volop meegaan in de 2% NAVO-norm en daarmee een wapenwet in onze ogen. Dat wij niet vinden dat onze krijgsmacht erop toegerust moet zijn om ook nog uh, naast uh, het allerbelangrijkste, namelijk het verdedigen van ons eigen grondgebied, ja. bijvoorbeeld achter de Amerikanen, wat we in het verleden natuurlijk veel hebben gedaan, om ja. daar illegale interventies in andere landen te gaan doen. Ja, maar het het leger moet zich dus wel kunnen bewapenen. Natuurlijk, ja. Wij moeten ons uh, uh, grondgebied kunnen verdedigen. Maar hoe zeker. kun je jezelf nou bewapenen als er geen industrie, uh, defensie-industrie overblijft? Wij pleiten daar ook niet voor. Het is op dit moment zo dat Nederland in de koplopers van de wereld staat. Volgens mij in de top 10 zelfs als het gaat over wapenhandel en wat daaraan verdiend wordt. Maar mijn het, hoofd zonder wapenhandel van heb je toch geen uur... defensieindustrie? Ja, maar de, de, de wapenhandel op dit moment en de wapenindustrie, daar wordt zo ontzettend veel geld verdiend. En er gaat natuurlijk zo ontzettend veel geld naar wapens die wij niet willen inzetten. En over het algemeen is mijn uitgangspunt, en lijkt me dat een heel gezond uitgangspunt, dat wapens in principe de wereld natuurlijk niet veiliger maken. Ja, je moet je kunnen verdedigen en helaas, ja. daar moet je niet naïef over zijn. Heb je daar af en toe ook wapens bij nodig? Maar de gedachte dat hoe meer wapens en hoe meer we maar investeren in defensie, hoe veiliger de wereld. En daarmee, ja, dat vind ik vind ik echt zo'n oude, achterhaalde gedachte. Maar dat dat, is juist daar doe ik ook niet op. De planken, moet de planken bij Defensie zijn nou net leeg we hebben weer munitie nodig, we hebben weer wapensystemen nodig... omdat we ze aan Oekraïne hebben gegeven. Overigens over het algemeen met uw steun. Want u vindt ook dat Oekraïne de steun verdient. Um, maar dan moet je toch je eigen voorraden kunnen aanvullen. En als u dan zegt, dat doen we onder andere door de wapenhandel... waar Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn aan banden te leggen. Dat zijn, dat zijn hoogtechnologische bedrijven... die bijvoorbeeld betrokken zijn bij het bouwen van onderzeeboten... of vergatten of nachtkijkers of ander defensiematerieel. Uh -huh. uh, bij, ook uh -huh. bij gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld. Als dat allemaal aan banden moet... Hoe, hoe kunt u dan het Nederlandse leger uh, bewapenen? Maar er wordt, dit, dit gaat dus niet over het Nederlandse leger. Hè. Er wordt voor honderden miljarden verdiend in de defensieindustrie. Ja. Um, en uit mijn hoofd zeg ik er even bij: van elke 2 dollar die er uh, wereldwijd verdiend wordt aan de defensieindustrie. loopt er geloof ik een dollar door Nederland. Daarmee wil ik zeggen dat Nederland, als het gaat over het voorzien van wapens. en het financieren vooral van wapens in de wereld. waar veelal natuurlijk ook hele smerige conflicten mee worden uh, uitgevochten. waar gewone mensen de dupe van zijn. Want die krijgen die bommen op hun kop uiteindelijk. Uh, dat, dat willen wij natuurlijk aan banden leggen. Ja. ja, zeer zeker. Maar dat is iets anders dan dat je vindt dat je eigen krijgsmacht niet op orde moet zijn, zodat je jezelf kunt verdedigen. Maar dan moeten er wel een industrie zijn waar je die wapens kunt kopen. Dat is wat ik bedoel. Ja, maar die industrie die is, er, die is er meer nou, die en meer en meer dan Nou, meer. nee, die draait over uren. He. En het grote probleem nu is dat die industrie niet voldoende kan produceren om de voorraden aan te vullen. Daarom wordt er natuurlijk aan alle kanten gepleit voor een het optuigen, ook voor een Europese defensieindustrie en ook voor een Nederlandse defensieindustrie. Ja, nou. Um... Eén, de, de industrie die wij in Nederland hebben en die door Nederland loopt als het gaat over de financiering, gaat veel aan het buitenland. Dus ik zou zeggen, laten we dat dan inzetten voor de Nederlandse defensie als dat nodig is. Twee, wij willen inderdaad niet meedoen aan die wapenwedloop omdat wij niet geloven dat dat Nederland uiteindelijk veiliger zal maken. Drie, wij vinden wel dat we samen moeten werken, bijvoorbeeld op Euros Europees vlak in defensie. Maar ja. nou, u had eerder bijvoorbeeld de lijsttrekker van Volt in uw uitzending, ja, hoorde ik van de week afgelopen maandag. Nou, dat vind ik behoorlijk schrikken. En Die willen een wat Europees heren... leger, ja. Ja, dat, 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 dan schrik ik daarvan als ik dat hoor. En op, op uw vraag aan hem van... Goh, stel, Nederlandse militairen worden ergens ingezet. Ja. ja, dat voelt dan gewoon aangeeft. ja, inderdaad, daar ligt de zeggenschap uiteindelijk niet van... bij het Nederlandse parlement, maar bij een Europees parlement. Ik moet daar niet aan denken. Dat is nee. absoluut niet waar de SP naartoe wil. Nee, nee, laten wij alsjeblieft onze zeggenschap... over onze eigen uh, uh, inzet van militairen... In nationale handen houden. Bent u lid eigenlijk van een sportvereniging of zo? Of ja, van een. Sportschool? een uh, ja, van, ja, zeker ben ik dat. Van een sportschool. Ja. Ja, ja. Betaalt u daar contributie? Netjes, natuurlijk. U kent mij toch als uh, zeer netjes, meneer Coco Dus ja. natuurlijk doe ik dat. Ja. Wij zijn lid van de NAVO en de contributie is daar 2% van het bruto nationaal product. En u bent daar tegen. Ja, dat klopt. Dus u, be, u, u betaalt zelf wel contributie, maar Nederland moet dat niet doen? <laughs> nou, vind ik de vergelijking tussen mijn sportschool, waar over het algemeen ik vooral aan mijn eigen conditie werk, en, en de NAVO, waarvan u weet dat de SP toch zeker politiek gezien een veel minder grote fan is. Die willen wij graag uh, omvormen. Ja. Uh, die vergelijking vind ik wel een beetje mank En ons nou, grootste ja, probleem het met die 2%. Nee, het gaat niet om een principe. Want het grootste probleem met die 2%-NAVO-norm is: dan groeit het dus mee met je economie. Ik, ja? Ten eerste vind ik die norm al heel discutabel. Als je nou oprechte, objectieve, nee, sorry, ik moet zeggen, objectieve argumenten hebt waarom je vindt dat er meer naar defensie moet, bijvoorbeeld hmm. omdat er tekorten zijn, dan kan je het daarover hebben. Maar nu wordt het gekoppeld aan de groei van je economie. Dus als het heel goed gaat met je economie, moet je meer uitgeven aan je defensie. Ja. Nou, dat begrijp ik al niet. En dan denk ik, als we dat al zouden willen, nou dan zou ik dolgraag ook zo'n norm zien, bijvoorbeeld voor onze publieke sector. Ja. Zodat daar niet elke keer gevochten moet worden voor voldoende leraren voor de klas of voldoende uh, mensen in het verpleeghuis. Maar daar ja. hebben we zo'n norm ook niet. Nee. Maar Ja, u hebt de SP ook een salarisnorm, eh, namelijk dat de helft van het salaris naar de partij kan, nou, maar haalt u als... er iets heel anders weer bij. Nee, maar dat is toch hetzelfde principe? als 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 een deel van de fractie zou zeggen, Nou, dat zien we toch ook niet meer, niet meer van deze tijd doen we niet meer, dan hebben we toch ook een probleem in in in, in uw eigen tent. Althans, u hebt wel een probleem, onze penningmeester heeft ja, dan die, een probleem. Ja, toch? Ja, <laughs> nee, nou, gelukkig is dat niet aan de orde. Uh, wij hebben inderdaad nog steeds onze uh, afdrachtregeling, wat ervoor zorgt dat uh, ja, volksvertegenwoordigers van de SP niet losgezongen van de samenleving. Wij dragen ja. een substantieel deel van ons inkomen af. We doen ja. daar goede dingen mee. We financieren daar acties mee ja. die we met mensen voeren. Een, een, een tentoonstelling met foto's bijvoorbeeld van mensen die getroffen zijn in toeslagenschandaal, omdat mm. dat nog steeds niet is opgelost en wij daar elke dag opnieuw aandacht voor willen ja. blijven. En u vragen. voert er uiteraard de campagne mee. En, uh, ook en nog eens. Ja, zeker. En daar zijn wij nu anderhalve week voordat de stembussen open gaan in uh, Beland. Ja. Um, uh, met, met een verkiezingsprogramma. U noemt het zelf een ideeënstrijd. Dat is ook de reden waarom u het niet hebt gedaan. Doorrekenen door het uh, Centraal uh, Planbureau. Uh, Overigens. Uh, ja, uh, uh, u, u vindt wel dat, dat we echt aan schuldsanering moeten doen. Hè? Dat mensen niet in de schulden terecht moeten komen, toch in dit land? Absoluut. Die moeten we vooral voorkomen. Ja. Ja. En daarom moeten de kosten voor mensen omlaag voor ja. het dagelijks leven en ja. het minimumloon omhoog. En hebben wij ook een initiatiefwet ja. nog ingediend om het minimumloon naar 16 euro te verhogen nu. Ja, uh, dus, dus mensen moeten vooral. Men moet niet in de schulden terechtkomen. Dat wilt u voorkomen. Ik voel een bruggetje aankomen. Ja, waarom doet u dat dan wel met het land? Want... Omdat dat een andere. Uh, die vergelijking gaat mank. Waarom? De vergelijking van. Het, het, land, het land zijn wij met z'n allen? Ja, nee. Maar een. een um... Een portemonnee van een gezin is toch echt wat. En, en je rekeningen kunnen betalen aan het einde van de maand. Is toch echt wat anders dan op een verantwoorde manier aan land leiden. En een economie stimuleren en aanjagen. En ervoor blijven zorgen. Ja. Dat er welvaart is voor de mensen. En dat nou, er bijvoorbeeld ongelijkheid wordt. Ja, maar daar moet toch ergens van betaald worden? Dat is echt wat anders dan een huishoudboekje van een gezin. Nou, dat nee, is een en, zeer terecht punt. Dat het ergens heeft ook, van betaald moet worden. Zeker. de staat heeft ook een huishoudboekje. En dan heeft Wim Suiker, die is voormalig uh, ambtenaar bij het Centraal Planbureau. Die heeft ja. u voor. Verkiezingsprogramma wel doorgerekend op basis van datgene wat hij kon doorrekenen. Hij kon niet alles meenemen, want in het kader van de ideeënstrijd uh, vond hij sommige dingen dermate vaag dat hij het niet achter de komma kon uitrekenen. Maar hij heeft het voor, uh, laten we zeggen, het financieringstekort wel gedaan. Dat komt bij u uit op 5,6 procent. Dat is bijna het dubbele van wat Europa van, uh, van ons vraagt. Ja, dat klopt niet. Um, hij dus heeft verkeerd zitten rekenen? Ja, nou ja, deze gepensioneerde uh, CPB'er... die uh, is inderdaad niet op de hoogte van alle maatregelen die wij uh, nemen. Hij heeft daar verder ook geen contact over gezocht met ons... om dat te vragen bijvoorbeeld. En dan hadden we wellicht nog wat aan uh, Maar waar aan zijn kunnen dan leveren. uw rekensommen? Waar, waar blijkt dan maar... uit dat dat niet klopt? Nou, heel concreet even, uh, als het gaat om zijn doorrekeningen. Uh, als het alleen al gaat over bijvoorbeeld winst en vermogen. Wij introduceren een extra schijf in de vennootschapsbelasting... voor de winsten boven de miljoen. Ja. Dat levert 7 miljard op. En wij dan voeren de miljonairs miljonairsbelasting... Hoor. Nee, die extra schijf heeft hij niet meegenomen. Alleen oh. de eerste, tweede en derde schijf. Ja. En we introduceren bijvoorbeeld een miljonairsbelasting. Ja. Nou ja, die levert minimaal 9 miljard op, staat bij hem op nul. Nou, zo kan ik nog wel wat meer dingen uh, opnoemen. Ik heb een hele waslijst van... Uh, Dingen die wij willen doen, die allemaal geld opleveren, die niet in die doorrekening staan. Maar meer interessant is misschien, want dit is inderdaad weer iemand die met een CPB-model in de hand. Uh, het op ons verkiezingsprogramma ligt. Maar die waren Terwijl vroeger heilig, zeggen... hoor. Die waren vroeger echt heilig. Al ja, vroeger, was het maar om, nou, nou, nou ja, wat is er mis met vroeger? Nou, uh, vroeger vroeger stond uw partij 25 zetels in de peilingen. Nee, vroeger was het neoliberalisme de heersende gedachte. En nu hoor ik steeds meer partijen zeggen... wij willen af van het neoliberalisme. En ik vind het daarom een goede ontwikkeling. En ik juich dat toe, hm. dat steeds meer partijen... niet laten doorrekenen door het CPB. Ik denk overigens dat het best goed zou zijn voor de toekomst... als er een keer wat meer tijd is voor volgende verkiezingen... Om na te denken over hoe we dat anders zouden kunnen doen. Want ja, het is belangrijk dat je laat zien... hoe je iets betaalt, waar je het van betaalt. Dat doen wij ook gewoon. Ja. Maar deze neoliberale modellen van het CPB zijn inderdaad van vroeger. Ja. Want als je echt bijvoorbeeld wat wij willen... Toe wilt naar een zorg zonder markt, ja. omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat, zeker met het licht van de stijgende zorgkosten, de enige manier is om ervoor te zorgen dat het juist beheerbaar blijft, maar ook ja. dat het leuk blijft om in de zorg te werken, dat de zorg goed blijft. Ja. Dan zegt het CPB: sorry, dat kunnen wij uh, niet doorrekenen. Nee, verder. Nou, uh, is wel neem... dat het peperduur is. Nou, dat betwisten wij dus. Ja. Dit oh. systeem is peperduur. Het systeem waarin er ontzettend veel geld voor zorg niet naar zorg gaat... dat systeem is peperduur en dat ja. houden die CPB-modellen in de hand. Maar meneer Kokkeman, neem ook het minimumloon bijvoorbeeld. Het is natuurlijk jarenlang het, minimum, euh, het CPB geweest ja. die zei... nee, dat minimumloon moet je niet verhogen... is desastreus voor de werkgelegenheid... Ja. Daarom deden heel veel partijen dat niet. De SP mm -hmm. pleit er al lang. Nou, er, zijn, er zijn nog steeds, partijen die steeds daarvoor meer daarvoor partijen, partijen terug. Ja, maar omdat zijn... het CPB de, dat standpunt heeft verlaten. Ja, maar er zijn ook hoogleraren die daarvoor waarschuwen. Overigens, u wilt het niet. Naar... Het CPB zei jarenlang: dat moet je niet doen. Is nee. slecht voor de werkgelegenheid. Nu ja. zijn ze daar vanaf. Nu ja. zie je dat meer partijen dat doen. Maar dan zie je dus hoe dominant die CPB-modellen zijn. Ja. En dat dat dus niks met een ideeënstrijd te maken heeft. En ook niet gewoon maar... met realistische politieke keuzes. Ja, maar als je echt iets wilt doen aan het sociale minimum, moet je dan nog wel bij u zijn? Absoluut. Want Mirjam Bikker doet het, uh, van de ChristenUnie doet het, uh, het minimumloon nog verder omhoog. En is kampioen sociale zekerheid geworden, zeg maar, daarmee. Ja, dit is uh, in verkiezingstijd wat je natuurlijk vaak ziet. Uh, de ChristenUnie doet het minimumloon ook omhoog. Dus daar wil ik helemaal niet cynisch over zijn. Dat is keihard nodig. Uh, beter, uh, maar met 18 uh, Later nooit zou ik bijna willen op. zeggen tegen het, het kabinet. Ja, maar dat is pas later. Wij hebben een initiatiefwet die zegt... nu zo snel als mogelijk zou het minimumloon naar 16 euro moeten. En daarna is het gekoppeld aan, een beetje technisch, sorry daarvoor... maar aan 60 van de mediane loon. En daarmee wil je eigenlijk regelen dat je de, de, de basis nu legt op 16. Maar dat je niet elk jaar opnieuw dit soort discussies zal hebben van oh nou ik zeg 17 oh, ik zeg 15 nee dan stijgt het altijd mee met de loonontwikkeling in Nederland en dat ja. is volgens mij wat we moeten doen ja. ik nodig meer Jan Bikker en iedereen ik heb meneer Timmermans gisteren uitgenodigd ik nodig vandaag uh, mevrouw Bikker. maar iedereen nodig ik continu uit doe met ons mee als jij echt werk wil maken van bestaanszekerheid en, ja. en niet alleen maar mooie verkiezingsbeloftes wil doen doe met ons mee ja. dien die wet mede in en dan kunnen we het snel regelen er staan ook een paar posit positieve zinnen in uh, in die doorrekening van Wim Suiker over uw programma. Hebt u ze gelezen of niet? Toch wel? Ja. Draag die even voor. Nou, dat ga ik bij deze doen. Het expansieve begrotingsbeleid werkt positief door op de economische groei. Uitgaande van het basispad met een blijvend overveerte economie tot en met 2021, zal het positieve effect op de economische groei worden gedempt door het tekort aan arbeidskrachten. Daar gaat het al wat minder. En zal het extra <laughs> expansieve begrotingsbeleid een opwaartseffect hebben op de inflatie. Met andere woorden, u creëert wel extra economische groei in tijden van oververhitting. En dat leidt tot eh, extra krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er meer arbeidsmigranten nodig zijn. En het heeft effect op eh, een stijgende inflatie, waardoor de lonen alsmaar omhoog moeten. Tja. Ja, dit vind ik dus oude politiek één. Over die, die, die tekorten die er zouden zijn. En de, de noodzaak tot arbeidsmigranten. Dat is dus ook zoiets. Kijk, wij willen arbeidsmigratie reguleren. Het CPB zegt ja, alles wat de EU niet toestaat, kunnen wij ook niet doorrekenen. Of gaan wij niet doorrekenen. Ja, wij denken dat dat wel kan. Ook mm. binnen de EU, we hebben daar al vaker met elkaar over gesproken. Mm. Uh, een ander punt. De hele gedachte dat doordat de lonen zouden stijgen, uh, de inflatie... Dat is, dat is al zo vaak doorgeprikt inmiddels door zoveel economen. Er is eerder sprake van een winstflatie, van een graaiflatie. Nou, toch niet het bij alle bedrijven, hoor, mevrouw Marijnissen. Het is zo dat vorig jaar de bedrijven tezamen meer winst hebben gemaakt... dan wij allemaal werkende mensen bij elkaar hebben verdiend. Laat dat tot u doordringen. Dus er wordt meer winst gemaakt en verdeeld... uiteindelijk onder aandeelhouders die daar niet voor werken... dan voor al die Nederlanders die met elkaar keihard werken. Dat geeft toch de complete scheefheid aan in onze economie. Maar niet elk bedrijf dat winst maakt, heeft aandeelhouders. Is. Niet elk bedrijf dat winst maakt, heeft aandeelhouders. Heel veel MKB-bedrijven hebben helemaal geen aandeelhouders. Familie, familiebedrijven, ook bij, uh, in uw zo geliefde Brabant... hebben helemaal geen en als we, ja, als ze aandeelhouders hebben, zijn dat de familieleden. Zeker, maar de overgrote winsten die worden gemaakt bij de bedrijven met de aandeelhouders. En ik vind het een schrijnende ongelijkheid dat er zoveel geld verdiend wordt in ons land hm. en tegelijkertijd 800.000 mensen in armoede leven, dat er 400.000 mensen zijn die voedselhulp nodig hebben. Ja. Nou, hebt u jarenlang staan uh, roepen dat Rutte weg moest. <laughs> Ja. ja, toch? Dat is een feitelijke constatering. Nou, gaat hij weg, is er een nieuwe lijsttrekker. Een vrouw, Dilan Jezelrus. En die gaat ex-eco nog steeds in de peilingen aan kop. Met andere woorden, Rutte is weg. Maar de door u gehate VVD is er nog steeds. Met, met, met nog nou, in ieder geval uitzicht op eenzelfde verkiezingsresultaat. Ja, e, hebt dus... u niet al die jaren tegen de verkeerde boom staan blaffen? Dat denk ik niet. Um, ik denk dat het belangrijk is, en die oproep wil ik hier doen, dat mensen ervoor zorgen dat als ze echt willen dat er wat verandert, dat we stoppen met pleisters plakken, als het nou gaat over het aanpakken van de woningnood, dat gaan wij niet aanpakken als we niet die macht van die beleggers breken. Als we wat willen doen aan de grote tekorten in de publieke sector, dat gaan we niet aanpakken als we er niet voor zorgen dat het niet meer als markt wordt gezien. Als we echt wat willen doen aan een overheid. Die, en dan niet alleen op een verkiezingsposter zetten, zoals Dylan Jessielkus doet. Maar als we er echt naartoe willen dat de overheid aan jouw kant staat, dan moeten we kappen met dat neoliberale denken binnen de overheid. En dan ja. is de grote SP de enige garantie dat dat gaat gebeuren, ja. omdat dat ook de echte kans is dat de SP ervoor kan zorgen dat al die partijen die nu mooie woorden spreken, of het nou Timmermans is of mm. Omsticht, ik ben bang, een stem op hun, is dat je toch ook weer de VVD erbij krijgt in het kabinet. Ja. En de grote SP is de beste kans om dat te voorkomen. En ervoor te zorgen dat er echt fundamentele oplossingen in Nederland komen en niet weer pleisters plakken. Ja, het punt is alleen dat slechts een derde van het hele electoraat een links kabinet ziet zitten. Dat, dat zegt u. Nee, dat zeg ik, uh, ik niet. Dat is ik hoor gepeild. vooral mensen zeggen dat ze. Dat is, het blijkt uit een peiling van een vandaag in Ipsos. Nou, dat zal. Maar ik hoor vooral mensen zeggen dat ze het niet uit kunnen staan. Dat er geen betaalbare woningen zijn voor hun kinderen. Ik hoor vooral mensen zeggen nu van deze dagen. wordt weer de nieuwe zorgpremie bekendgemaakt. De kosten blijven maar stijgen. Ik weet niet meer waar ik het van moet betalen. Volgens mij kan het mensen over het algemeen niet heel veel interesseren. Is mijn indruk. Of het nou links of rechts is. En is dat in deze tijden ook nog best wel een ingewikkelde term geworden. Willen mensen. Gewoon weer politici die problemen oplossen. En is dat wat er misgaat? Er wordt geen probleem opgelost in Den Haag. Ja. De, al, elke probleem wordt een crisis. Ja, wil je dat veranderen? Dan moet je vooral zorgen dat we de VVD uh, een keer erbuiten kunnen houden. Met wie zou en u... dat is... Sorry. Ja. Nou ja, u zei gisteren nieuws u, dat u eigenlijk wel uh, klaar bent voor regeringsdeelname. Uh, uh, uw partij heeft er eerder beter voor gestaan in de peilingen. Toen was het misschien iets logischer geweest dan nu. Uh, maar u sluit ook Pieter Omtzicht zich niet uit om mee te gaan regeren, toch? Zeker niet. Uh, en een van uw fractieleden heeft zijn verkiezingsprogramma tegen het, uh, het, het, uh, het licht gehouden, Bart van Kent. En komt tot de conclusie: als je ergens op wil stemmen, doe het dan niet op Pieter Omzicht. Stem SP. Het is belangrijk dat we de verschillen laten zien. Dat klopt. En ik maak me zorgen dat uh, een stem van Pieter Omzicht, als hij uiteindelijk met de VVD in een kabinet gaat stappen, dat als hij dat gaat doen, dat er dan nog niet veel gaat veranderen in Nederland. En als je kijkt, Pieter Omzicht spreekt natuurlijk terecht, hè? Terecht. Woorden ook mooie woorden over bestaan, zeker. Maar nee. hij wil bijvoorbeeld niet eigen risico afschaffen. Hij wil niet de huren verlagen. Nee. Ik hoor hem niet duidelijk zeggen dat hij bijvoorbeeld niet gaat bezuinigen op de zorg. Hij wil nee. ontslagrecht versoepelen. Nee. Ja, dat zijn wel belangrijke dingen. Op de inhoud, in die ideeënstrijd, die mensen wel moeten weten als ze gaan stemmen op 22 november. Ja, maar hij, sta, hij staat op een zeteltje of 30, hè, tussen de 25 en de 30, en u staat rond de 5. Dus als dat tot uh, kabinetsdeelname van u zou leiden in een samenwerking met uh, NSC, dan kunt u toch met vijf zetels niet verwachten dat hij al die plannen overboord kipert. We hadden in de laatste peiling weer een zeteltje bij, meneer Kockerman, zag ik. Nou, die lijn willen we natuurlijk vasthouden richting 22 november. Maar dit is precies ook de reden waarom wij met deze waarschuwing komen. Omdat we wel, ik ook hoor op straat veel mensen die ook zeggen: Goh, ik twijfel wel. Misschien wel Pieter Omtzigt of de SP. En dan is het belangrijk dat mensen wel ook weten wat de verschillen zijn. U uh, maakt zich vaak druk over de zorg en ook over de marktwerking in de ja. zorg. Dat doet u trouwens al heel lang, ook in de jaren negentig al als gemeenteraadslid in Os, want uh, waar het ziekenhuis toen dreigde te verdwijnen, weet u het nog? Zeker, ja. Dat en ziekenhuis... dat ziekenhuis, ja? ja. Ja, dat ziekenhuis is verdwenen. En toen werd er gezegd, uh, weet je wat? We houden een mooie huisartsenpost in Os open. Het komt allemaal goed. Weet ja. u wat er een paar maanden geleden is gebeurd? Ja huisartsenpost weg. En zo gaat het dus. Als er ja. eenmaal de voorziening weg is, komt hij niet gauw met. terug. Maar daar is wel het Bernhoven ziekenhuis weer in de plaats gekomen. Anders was de hele tent uh -huh. verhuisd naar Den Bosch. En waren alle specialisten uh, vertrokken uit de regio... horen wij daar van uh, dezelfde huisartsen. Althans, ja, dat lezen we terug toen, in de krant, moet ik zeggen. Dat was toen inderdaad het verhaal. En zo zijn er overal verhalen, ook in Zutphenu en in Heerlen en in Sneek en in Zoetermeer, overal waar ziekenhuizen, delen van ziekenhuizen gesloten worden, gaan ze natuurlijk nooit zeggen: ja, we willen de voorzieningen weghalen. Er is altijd wel een verhaal bij te bedenken. Nu wordt er weer gezegd: ja, er is personeelstekort. Het domste wat je kan doen als je zegt, en dat hoor ik heel veel in politie in Den Haag doen: we vinden voorzieningen in de regio belangrijk. Nou, wat is dan belangrijker dan zorg dichtbij? Goede zorg dichtbij om te bevallen voor de eerste hulp. En dat zijn de dingen die nu verdwijnen op grote schaal in Nederland. En ja, wij willen dat voorkomen. Wat is de afstand tussen Os en Uden? Os-Uden, nou, ik, ik zal u zeggen, ik woon aan de rand van Os. Naar Uden is dat toch een, een, een heel stuk langer dan het ziekenhuis uh, ja, oorspronkelijk maar... in Os, absoluut. Ja, Oké. Okay. Mevrouw ja, nee, zeker weten. Ja, 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 dat nee, is, ja. En dat is een groot probleem. En denk aan mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De kosten die mensen moeten maken om familie te bezoeken, bijvoorbeeld. Helder. Hartelijk dat hebben dank. ze in Den Haag allemaal niet zoveel beeld bij, geloof ik. Anderhalve <laughs> week nog. Dank u wel, mevrouw Marijnissen. Dank u wel. En alle uitzendingen met de lijsttrekkers in dit programma zijn terug te kijken via nporadio 1.nl/slash verkiezingen. Fijne weekend. Sven op 1 is een programma van omroep.